Hi, dit is Maurice van Bax Music en vandaag review ik deze Lidl Marcus 1000 basversterker van Marc Bass. Als we gaan kijken naar deze versterker zien we gelijk dat die ook heel simpel in gebruik is. We zien onze basis EQ controls en dat zijn eigenlijk dus je laag, je midden, je hoog. En er zitten eigenlijk twee vreemde knoppen op hierbij. Er zit namelijk een ultra low en er zit een high mid. Nou, die ultra low die zorgt ervoor dat je enorm veel laag krijgt. Dus als je heel de band zou willen wegblazen met jouw laag, dan kan dat door deze knop verder open te zetten. Dan heb je die hoog-mid-knop. Die zorgt als het ware voor meer punch in je spel. Waardoor je dus als het ware beter slappartijen zou kunnen spelen. Of wat meer midden, gedefinieerd midden in je spel erbij zou willen hebben. Als we verder gaan kijken naar deze basgitaarversterker, zien we hier bovenin een mute-knop. En daar kun je je basgitaar als het ware mee muten. Waardoor die dus geen geluid meer zou kunnen maken. Er zit hier een gain-knop op. En deze controleert als het ware de input van de basversterker. Met daarnaast een LED-indicator voor de clip. En wanneer je dus te veel input op deze basversterker geeft, dan zal dus de clip, zal dat lampje gaan branden. En dan kun je dus zien dat je dus je input lager moet zetten. En dan heb je hier achterin nog de master out. Dat is dus hoe luid de versterker zichzelf uitversterkt. En de line out. En die gaan als het ware door een XLR aan de achterkant van de versterker. Door naar een PA-systeem. Waardoor ze jou als het ware rechtstreeks uit kunnen versterken. En jij dus zelf kan regelen hoe luid dat zou moeten. Ik ga je nu laten horen hoe deze versterker klinkt. En dat doe ik door deze Fender American Performer Precision Bass in de kleur Penny. En ik heb alle controls op normaal staan. Dus ik heb niks verder opengedraaid of teruggedraaid. En ik ga je even laten horen hoe deze basgitaar klinkt. Ik ga je nu laten horen hoe het klinkt als ik het ultralaag verder opendraai. En je zult gelijk horen dat die enorm vol wordt in het lage register van deze basgitaar. Ik zal je nu laten horen wat er gebeurt als ik de high-mid-knop verder opendraai. En je zult gelijk horen dat er veel meer gedefinieerd middenin zit. En dat er dus veel meer punch in de toon van de basgitaar zit. Ik ga je nu laten horen wat er gebeurt als je de oldschool knop verder opendraait op deze versterker. En nu, als laatste, zal ik je laten horen wat er gebeurt als je de Millerizer knop verder opendraait. Ik ga je nu even laten zien wat er allemaal op de achterkant van deze versterker aan in- en outputs en knopjes zit. Nou, als we hier links beginnen, dan zien we hier gelijk gewoon de stroominput, waar dus gewoon je stroomkabel in gaat. We zien hier de speaker-out kabel. We zien hier een eventuele mogelijkheid om een footswitch op aan te sluiten. We zien hier een output voor de tuner, waardoor het dus mogelijk is om eventueel een stemapparaatje op de versterker aan te sluiten. En dan zien we hier de effects loop. En dat is hier een send en een return. En dan zien we hier rechts de line-out, waardoor het dus mogelijk is om naar een PA-systeem toe te gaan met een XLR-kabel. Dan zien we hier nog twee knopjes en dan is de ground lift en die werkt voor de line-out. En we zien hier de post of de pre-EQ staan op de versterker. Die kun je ook in of uitschakelen. Wil je dit product nou zelf komen uitproberen, dan kun je even naar onze winkel toe komen. Wil je nou meer weten over deze basversterker, dan kun je hieronder op de link klikken om naar de productpagina te gaan. Vond je dit nou een leuke review? Laat even een like achter, abonneer op ons kanaal en graag zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe review.